Ik zeg altijd of vaak, mijn twee basismaterialen, dat klei en geluid is. En dat heel erg zoeken was van op wat voor manier hebben we in deze crisis, in deze situatie, contact. En hoe ziet die ruimte eruit waarin we elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen spreken? Ja, geluid is iets wat altijd al belangrijk is geweest. Of dat ik altijd zo al heb gevoeld van, daar wil ik verder iets mee doen. En daarnaast moesten we de hele tijd onze handen wassen. Je moet je handen kapot wassen. Grappig, omdat ik beeldtaal studeer. Dus je bent echt bezig met materialen. Maar ik wou heel graag ook geluid als een materiaal zien. En zien hoe kan ik mijn geluid bouwen. Hoe kan ik dat gebruiken als materiaal? Is dat geëvolueerd tot dat ik dacht, ik wil dat echt verwerken in een materiaal, dat samenbrengen met klei. En dan zijn daar die geluidsobjecten uit ontstaan. Maar normaal gezien, tot hiertoe heb ik altijd gewerkt dat ik objecten maak. Ik bak die. Ik haal het uit een oven en ik luister welke geluiden, welke tonen, welke klanken komen daaruit of produceert dat object. En dan luister ik daarnaar in combinatie ten opzichte van elkaar en zie ik welke geluiden dat er mooi kunnen samenkomen. Van op die manier ontstaan er zo composities. En toen op een gegeven moment dacht ik, wacht even, we zijn de hele tijd onze handen aan het wassen. En er is een behoefte om elkaar aan te raken van wat nou als we eens kijken of je elkaars handen kan wassen. Want in dat zeep en in dat water, dat is dus kennelijk een veilige omgeving. Dat is een plek waarin dat virus niet voortbestaat en waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Dus letterlijk in dat moment met al dat, in dat kleine klimaatje met dat zeep en dat water, is dat fysiek contact mogelijk. Toen ben ik natuurlijk wel gelijk gaan uitzoeken met de GGD en huisartsen van, kan dat? Is dat verantwoord? En zij zeiden allemaal, ja, dat kan. In zeep en met water. En als je dat gewoon, dat is een veilige omgeving en dat is beheersbaar en dat is heel goed te doen. Het collectief waar deze installatie van waarbij ik ook onder werkbeelding conversation. Daarbij onderzoeken we eigenlijk, en wat we dus ook hiermee doen, van hoe ziet die sociale ruimte eruit en wat voor ruimte kun je met elkaar creëren om op een andere manier een ontmoeting mogelijk te maken. Ja, die patronen waarin we die ingesleten zijn eigenlijk te doorbreken en andere manieren met elkaar te ervaren en te kijken van wat is dat eigenlijk als je elkaar op die manier ontmoet op een hele, in dit geval fysieke manier.